is het jullie de laatste tijd opgevallen dat wij zoveel gear bij Gamerset hebben dat we het niet meer met z'n tweeën aankunnen en er dus steeds meer redacteuren betrokken worden bij het schitterende project wat Gamerset Gear heet? Ja, mijn antwoord voor de community. Ja. Ja. Maar ik ben de afgelopen weken ook natuurlijk bezig geweest, in dit geval met Edge 101. Er is een soort leuke fun fact over dit product, wat Tom jullie even in het kort gaat vertellen. Oh ja, Edge is natuurlijk het zuster- of het dochtermerk van Hori. En Hori is van die stickies, van die pookjes, weet je wel, van fight sticks. Dus die zijn daar, dat is een legendarisch Japans bedrijf. En als je echt een goede e-sporter bent met Tekken of Street Fighter, dan wil je zo'n Hori-ding hebben. Maar sinds kort, moet dat echt zo, ja? Dit is om jouw achtergrondinformatie te geven op wat jij vertelt. Want dat gaat om het klikken. Ik voel het heel irritant, maar nee, dat kan. Het gaat om het klikken inderdaad. Want Hori is natuurlijk heel goed met die switches. Switches voor de schakelaars, voor in de knoppen. En ze gaan nu een nieuwe markt in en dat is de PC-gaming-wereld. Want ja, daar stapt iedereen in. Dus ja, Hori ook. Weet je, Speedlink maakte vroeger alleen maar netwerkswitches. En nu in één keer ook gewoon toetsenborden. Nou ja, Hori heeft ook zoiets van, kom, we gaan de PC-wereld in. En dat doen ze met een toetsenbord en een muis. En de muis is de Edge. 101, die ligt. De 101. Het is een 6400 dpi muis. Die optisch overigens ook eens. Optisch ook nog eens. Wat je gelijk merkt, hè, want ik had de laatste Rival 100 van SteelSeries Heel goed gepromoot. Heel veel mensen hebben hem gekocht omdat jij hem niet weg wou geven. Ik wou hem niet weggeven. Ik heb hem wel weggegeven. En qua feel, qua hoe het muist, is het wel... Komt het overeen, laat ik het zo zeggen. Ja, het is optisch en het is degelijk. Het is optisch en het is degelijk. Dus als je shooters speelt zoals ik, heel veel Battlefront, dan is dit wel zo'n muisje die daar heel geschikt voor is. Ja, nee, inderdaad. En ook natuurlijk een beetje hetzelfde in het design met dat ambidextrous. Dat voor links en rechts, het is symmetrisch. Het is, dus je hebt alle knoppen die je links hebt, heb je ook aan de rechterkant. Dus als je linkshandig bent, mag het ook. Dan mag het ook. Hij ligt wel minder lekker in de hand. Ga ik gelijk zeggen, ik vind hem lomper. Ja, als ik hem zo... Ja, ik snap dat ergens ook wel. Rival 100 is iets simpeler. En bij Hori / Edge denken ze nog een beetje van... We gaan nog een beetje hier nog een hoekje doen en daar. Ja, die hoekjes zijn helemaal niet nodig. En daarnaast is... Nou, laten we gelijk maar even de knoppen gaan bekijken. Er zitten 3 knoppen aan elke kant. Waarbij soort van deze al onbruikbaar zijn. Want het is een palmknop. Je hebt 2 duimknoppen en je hebt een soort knop die je een beetje met je... Nou, probeer hem dan eens in te drukken, want... Nee, het is gewoon met je palm, zo. Ja, maar kom op. Als je met je hand op een muis ligt, ja... Ja, nou, ja, het ligt er een beetje aan. Ik heb daar wel een spier zitten, blijkbaar. Nee, ik kan hem indrukken, maar ik snap wel wat je bedoelt. Vaak heb je op van die muizen, heb je zo één zo'n toets waarvan je denkt van... Ja, leuk dat hij er zit, maar ik ga hem niet indrukken als ik gewoon standaard op de muis lig met mijn hand. Dat gaat niet gebeuren. Maar de 2 knopjes aan de zijkanten, die gebruikte ik wel voor mijn jetpack en mijn granaat. Ja, oh, Battlefront natuurlijk. Ja, natuurlijk, Battlefront, jetpack. Ja, en dan heb je natuurlijk nog 2 die standaard zijn ingesteld op het verhogen en het verlagen van de dpi, neem ik aan. Ja, klopt. Ja, nee, het is simpel, het spreekt allemaal voor zich. Het is een simpel en degelijke muis. Maar. Het is een nieuw product van Hori / Edge. Dus die denken, we gaan meteen inzetten met een flinke prijs. En die prijs is? Nou, de adviesprijs is €70. Iets onder de €70. Ja, dat ging wel aan de hoge kant, hoor. Zeker omdat je... Kijk, laten we toch even met de Rival 100 vergelijken. Ja. Daar heb je nog wat andere features als bijvoorbeeld de verlichting. Ja. En die dingen die je kan instellen. Nou, je hebt dan 2 dingen. Je hebt de verlichting zelf en je hebt hoe je het instelt. De software. En op beide punten haalt deze muis het niet. Want de verlichting zelf is super zwak. Laten we eerlijk zijn. Ze hebben een soort van troebele knoppen gekozen die dan licht gaan geven. Dus het werkt wel. Je ziet het wel. Overdag ga je het niet zien. Misschien een beetje. Ja, maar dat is al raar. Overdag ga je het niet zien. Ja, nou ja, dat is... Overdag heb je niks aan de lichtjes. Het is een beetje alsof ze zoiets hadden van... Oh ja, we moeten nog lichtjes erbij doen. Dus we zetten ze wel snel in deze knoppen. Maar wat jij zegt over de software, daar kan ik me ook wel heel erg in vinden. Want die software is gewoon... Kijk, het is natuurlijk de eerste keer dat Hori / Edge een stuurprogramma gaat maken. En dat merk je. Terwijl bijvoorbeeld bij SteelSeries, die prijs ongeveer hetzelfde. Iets minder dpi, dan ligt wat fijner in de hand. Maar SteelSeries heeft ervaring met software maken. Edge nog niet. Dus het werkt wel, maar het staat eerst in zijn Japans. Ja, dan moet je in het Japans zoeken hoe je de taal moet veranderen. Vervolgens stel je iets A in en dan... Springt hij weer terug naar Japans. Ja, ja, en het ziet er ook niet echt helemaal slik uit. Nee. Dus het is, die software is een beetje Nog een beetje, dat is wel een dikke minpunt. Wel een kliktest, die is heel lachen. Je kan 10 seconden klikken en dan rekent hij voor je uit hoe vaak je geklikt hebt. Ik zit op 60 per 10 seconden, 6 per seconde. Vaak kun je dat ook gewoon op internet ergens doen. Maar het zit in het programma, dus dan wil je dat gewoon doen. Nee, ja, dat is op zich, je kunt hem testen in het programma, dat is wel leuk. En lift of difference is te veranderen, dat vond ik wel een bijzondere lift of height. Dat zie je inderdaad niet in heel veel muizen, dat je dat ook nog aan kan passen. Dus dat is al... Weet je, het heeft een aantal premium elementen, maar €70 en dan toch dat je denkt van... Ja, weet je,
Het is een goede eerste stap van Edge. Dat zou ik wel zeggen. Ze zijn goed op weg, maar om hier 70 euro voor te vragen is nog net iets te... Vind ik ook. Ja. Het is iets te ambitieus voor wat ze hebben gebracht. Hetzelfde geldt overigens voor het toetsenbord wat ze hebben. Ook, het werkt, het kan ermee door, maar ze zetten net iets te hoog in. Er is gewoon net iets beters te vinden voor dezelfde prijs. Dat is de conclusie van deze Games with Gear. Leuke start. Tof dat ze ook in de gaming accessoires als muis en toetsenborden gaan. Get in line, want dat doet iedereen. Ja, maar ze hebben op dit moment nog niet het product dat andere producten gaat verslaan. Nee.